Na een zomerstop van enkele weken werkte FC Utrecht vandaag de eerste training van seizoen 2022-2023 af. En dus ook de eerste van de nieuwe hoofdtrainer, Henk Vrezer. Ja, het was genieten. Ja, het weer, het veld, de aandacht, ja, de club, de jongens, de spelers, die geven echt heel veel energie. Dus als dit het qua energielevel is, dan gaat het helemaal goed komen. Nee, het was leuk. Leuk om iedereen voor het eerst echt te kennen in een groep, zeg maar. Je hebt wel wat testdagjes gehad, maar dat is een beetje in groepjes. Dus je komt elkaar wel tegen, maar niet echt zo op zo'n dag. Is dat natuurlijk wel iets anders. Ja. Je bent ook een aantal dagen ben ik hier al geweest met Jordi en zaken bespreken. Maar uiteindelijk gaat het om de trainingen, hè? En dadelijk om de wedstrijden. Dus ja, ik keek er wel naar uit, ja, absoluut. Ja. En sta je dan toch op met, kriebels in de buik? Ja, alleen wel meer in de zin van dat je echt heel veel zin in hebt, zeg maar. Dus ja, gewoon een nieuwe uitdaging, nieuw avontuur en daar heb ik wel zin in. Ja. Maar ik vind dat Utrecht ook ondertussen een club is die niet voor niets al jaren in de top 6 speelt. En het is duidelijk dat we met z'n allen een bepaald stapje willen maken. Dus ja, daar gaan we keihard mee aan de slag. Was het een leuke training? Ja, ik vond het wel prima. Ik zei, ja, een aantal loopjes, nou, dat hoort erbij. Maar verder is veel met de bal, paastrappen, een beetje kleine partijtjes. Nee, ik vond het wel prima, ja. Er gaat natuurlijk nog van alles gebeuren op de transfermarkt. Er zullen ongetwijfeld nog wat jongens bijkomen en wat jongens de groep verlaten. Maar hoe zou je hem op dit moment willen kenmerken? De groep, bedoel je? Nou, ik denk dat er gewoon veel kwaliteit is. Ik denk dat we een hoop spelers hebben die ervaring hebben. Zoals Nick Viergever is nabij gekomen. Maar nog een hoop andere jongens die er al in zitten. En met talentvolle spelers eromheen, nou, ik denk dat het een goede mix is, zeker. Hoe ga je de komende weken aanvliegen? Nou ja, we gaan gewoon goed trainen, gewoon hard trainen. We gaan trainen richting een systeem, afhankelijk van de spelers die we hebben, naar de wedstrijden toe. Nou, op het eerste oog, en zo zijn we ook begonnen met de training 4-3-3. Dat is een systeem, maar dat zal ook afhankelijk zijn van de spelers die er nog eventueel bij zouden komen of niet. Met de spelers die we nu hebben, kan je ook verschillende kanten op, maar daar gaan we elkaar mee aan de slag. En daarom ben ik blij dat we al een groot gedeelte van de groep bij elkaar hebben. Natuurlijk nu pas echt beginnen, flink veel trainen, oefenwedstrijden. Waar kijk je nou het meest naar uit in de aankomende weken? Gewoon groeien met het elftal. Ik denk dat iedereen is aan het vechten voor zijn plekje. Dat gaat gebeuren. Ik denk dat uiteindelijk wordt dat langzaam duidelijk. En dan is het gewoon, dat is een mooie periode. Jezelf laten zien aan iedereen binnen deze club. Alles is nieuw, de staf is zo goed als nieuw. Een hoop spelers komen erbij, gaan misschien weg. Dus, maar ik denk dat dat een mooie periode is. Maar uiteindelijk is de competitie het leukste, denk ik. Ja. Het feit dat de transfermarkt nog open ligt, heeft dat ook voor jou zijn charmes of eigenlijk helemaal niet? We hebben een aantal zeer interessante spelers. Maar je ziet, wij zijn ook al bezig. Dus wat dat betreft is het niet anders. Je zal moeten omgaan met het systeem wat er nou eenmaal is. Is het ideaal? Ik weet het niet. Ik denk dat ze kunnen ook nog eens vertrekken naar een land wat nog langer open is. Dus het blijft vervelend, maar dat is ook misschien iets waar ik op zoek naar ben. Ik wil proberen met mijn staf ook spelers zover te krijgen dat ze weer die volgende stap kunnen maken. Nederland is een opleidingsland. Ik zal niet zeggen dat Utrecht per definitie een opleidingsclub is, want we willen niet voor niets vijfde, vierde, in ieder geval Europees voetbal gaan afdwingen. Dus het liefst, ook als ik ook naar mezelf kijk, hou ik ze allemaal hier. En starten met dit weertje, beter kan toch niet, Luc? Nee, is niks voor mij. Dat, heel eerlijk gezegd. Ik ben een Hollander, dus doe mij maar iets minder graden. En af en toe een klein regenbuitje vind ik ook niet erg. Doen we dat volgende week? Ja, dan kijken we uit naar volgende week dan.